als je voor 300 gulden een auto koopt, dan hoef je niet eens 10 vingers te hebben om erop te kunnen natellen dat je geen wonden op wielen aanschaft. Maar als je absoluut geen verstand van auto's hebt, dan is het al gauw mooi als de motor aangenaam loopt. Maar het is treurig dat zulke mensen niet stilstaan bij de levensgevaarlijke gevolgen die het rijden in een wrak van de weg met zich meebrengt. Adjudant, waarom hebben uw collega's deze auto aangehouden? In verband met de algeheel slechte staat van de carrosserie. Goed zichtbaar aan de buitenkant natuurlijk, dus dat doet al wat vermoeden. En bovendien de sticker op de plaat, kentekenplaat aan de achterkant, die ontbrak ook. Deze auto is zo oud dat hij een algemene periodieke keuring had moeten ondergaan. En dat heeft de eigenaresse kennelijk niet aangedurfd. De mankementen, kunt u die even toelichten? Jawel hoor, dan beginnen we eerst met koplampglas hier. Een linker koplamp ontbreekt. Hetgeen verblindingsgevaar inhoudt bij ontstoken verlichting uiteraard voor tegenliggers. Lopen we verder naar achteren. Zien we dat de linker buitenspiegel ontbreekt. Nou, dat is natuurlijk gevaarlijk. Als we moeten inhalen, dan hebben we gewoon zo'n linker buitenspiegel hard nodig. Portierraam zit er ook wat vreemdsoortig in. Doen we de deur open en proberen we dat te verhelpen, dan lukt dat niet. Muurvast, dat betekent gezien de puntvorm dat er gewoon gevaar bestaat bij eventuele ongevallen of iets dergelijks voor en de bestuurder en ook voor de medeweggebruikers. Linker buitenspiegel, die hebt u nodig, hè? Dat eist de verkeerswetgeving. Ja, dat klopt, maar die had ik net gisteren verloren, of tenminste, hij is er gewoon van afgebroken. En ik was van plan om een kennis hem weer eraan te laten maken. Het raampje aan de linkerkant, dat kon niet meer naar beneden. U zult het wel koud gehad hebben. Ja, dat is van de week gebeurd. Ik denk door koude weer of zo, ik weet niet hoe, maar dat is blijven haken. En toen dacht ik van, nou doe ik de verwarming heel hoog, dan heb ik er niet zoveel last van. Kom bij het achterportier. Oh, nou we kunnen zien dat de portiersluiting niet meer datgene is wat het geweest is. Dit hoorde oorspronkelijk hier te zitten. En nou, dat is niet meer zo. Dat betekent dus dat je heel makkelijk kunt uitstappen. Ja, en het portier kan dus niet meer dicht op slot. Dat portier kan niet meer op slot. Vandaar dat de eigenaresse heeft getracht met dit draadje het portier op zijn plaats te houden. Mijn achterportier dat sluit niet goed. En toen heb ik gewoon een draad gespannen. Zodat het goed vast bleef. En in het geval dat ik reed ging hij niet open. Dus nou ja, dat vond ik eigenlijk helemaal niet zo'n ramp. Nou, het touw wat hier loopt is vastgemaakt. De handrem loopt naar achteren toe. Naar deze veerpoot is hier bevestigd om deze veerpoot van de band weg te kunnen trekken. Want hij loopt hier helemaal vast, zoals te zien. Dus tijdens het rijden zou je een kans hebben dat je een klapband krijgt, dat natuurlijk ook gevaarlijk is. Ja, hij wordt natuurlijk warm. En dat houdt in dat je vrij snel een klapband zou kunnen krijgen. En dat is dan ook gebeurd. Er lag een reservewiel achterin, de band daarvan. Daarop is heel goed te zien dat hij als gevolg daarvan is geklapt. Die achterconstructie met die veerpoot, dat touw wat eraan vastzit, hebt u de auto zo gekocht? Nee, dat heb ik niet zo gekocht. En dat heeft een kennis van mij vastgemaakt. Heeft hij door de auto door, heeft hij vastgemaakt aan de, hoe noem je dat ding? De handrem. En zo bleef hij ook wel goed in elkaar zitten. En hij rijdt. Het komt de stabiliteit niet ten goede. Hij zit helemaal los hier. Ook aan de onderkant zit hij los. Dat betekent, als er een bocht wordt gereden naar rechts, dat de krachten dus hier helemaal oprusten, dat er dan gevaar bestaat dat hij omslaat. En wat nu, adjudant? Er is nog maar één oplossing, vernietigen. Thank you.
Ten slotte nog even dit. De vorige keer hebben we het wrak van de weg laten vernietigen door er een boom op te laten vallen. We hebben daarop van een aantal mensen commentaar gekregen, omdat ze het onaanvaardbaar vonden dat er een boom werd omgezaagd om er een autowrak mee te vernietigen. Nou, we kunnen deze mensen geruststellen. We hebben de opname gemaakt in een stuk bos waar bomen moesten worden omgezaagd. We hebben dus niets meer gedaan dan het wrak neergezet onder een boom die toch moest worden geveld. Het is natuurlijk onbestaanbaar dat wij ooit een stuk mooi natuur zouden opofferen voor de vernietiging van een autowrak. Hopelijk hebben we hiermee uw zorg weggenomen. Einde van deze aflevering van Tros Kieskeurig op Wielen. Graag tot de volgende keer.